Ik heb deze afbeelding gekozen om te schilderen om twee redenen. A, het is natuurlijk een schattig plaatje van onze nieuwe kitten. En ik wil graag oefenen met het schilderen van gras en bloemetjes op een impressionistische manier. Als je even met een beetje geknepen ogen naar het plaatje kijkt, dan zie je dat er best veel heel donkere kleuren in zitten. Dus bijna tegen het zwart aan. En daarom kies ik ervoor om het paneeltje eerst een beetje donkergrijs te schilderen. Zodat ik straks al een beetje die diepte erin krijg. En mocht het niet overal straks de olieverf helemaal dekken, dan heb ik toch nog een beetje van die donkere kleur erachter staan en dan valt dat niet op. Het maakt helemaal niet uit als het niet helemaal egaal is. Dat is geen probleem, omdat je er later toch veel andere kleuren tegenaan zet. Ook de eerste opzet van het poesje doe ik met acrylverf en dat is gewoon omdat ik dat makkelijker vind. Ik kan daarna sneller met olieverf eroverheen en anders heb ik heel veel last van dat wit wat eronder zit. Mijn kleurenboekje gebruik ik weer om te kijken welke kleur groen en welke basiskleur ik daarvoor nodig heb. En voor acrylverf is dat natuurlijk net iets anders dan de kleuren die je met olieverf gebruikt. Dus ik heb een apart kleurenboekje voor olieverf en voor acrylverf gemaakt. En dan kan je makkelijk zien welke verschillende kleuren, blauw en geel, wat voor resultaat geven. Nou, ik kies ervoor om de ceruleum primair cyaan blauw te gebruiken met geel. En dan zie je dat ik een wat fellere kleur groen krijg. En als ik hem 1 op 1 meng, dan krijg ik deze kleur. Dus ik laat het even zien aan de hand van het boekje. En als ik hem met steeds meer wit meng, dan gaat die groen natuurlijk steeds lichter worden. En dan zie je wat meer de kleurverschillen tussen ook eventueel andere kleurmengingen. En deze menging kan ik natuurlijk ook weer variëren door meer geel te gebruiken of meer blauw in de groen te maken. Of misschien nog wel een tipje rood erbij in te doen. Maar dan heb ik in ieder geval niet de standaard groen uit een potje, want die is vaak een beetje lelijk. Dus ik meng hem liever zelf. Ook voeg ik vaak vaak ook nog wat wit toe. Dat maakt de kleur net even iets zachter. Nou, op de foto gaat het gras eigenlijk alle kanten op. Hè? Dus het komt niet alleen van beneden naar boven, maar het gaat ook vanaf de zijkant komen de grassprieten. Dus dat ga ik nu eigenlijk een beetje die richtingen aangeven met het beetje groen wat ik heb. Ook om even te kijken of het de goede kleur groen is die ik wil gaan gebruiken. Of dat ik misschien straks toch nog meerdere kleuren of andere kleuren ga gebruiken. Maar altijd even een beetje voorzichtig uitproberen. Ook zoek ik naar de kleur van de blauwe, ja, paarsige blauwe bloempjes erachter. En ook dat probeer ik eerst weer even voorzichtig uit. Je ziet dat ik niet echt bloemetjes aan het schilderen ben, maar meer eventjes, ja, wat kloddertjes zet. En doordat de verf natuurlijk lang nat blijft, op het moment dat ik in die hele donkere kleur, zoals ik net als eerste had gezet, weer een beetje wit ga mengen, dan krijg je weer een kleurnuance, maar die onderste kleur blijft doorwerken. Dus je krijgt niet puur wit dan op je schilderijtje. Maar dan vermengt die donkere kleur eronder nog weer met dat wit. Dus dat noemen ze ook de nat-in-nat techniek. Is dat de kleur, ja, de eerste laag zoals ik nu weer opzet, is natuurlijk gewoon nat en donker. En op het moment dat je daar overheen gaat met een andere kleur, vermengt die met die kleur eronder. Dus dat zie je nu ook gebeuren. En dat is ook juist wel mooi, want daardoor krijg je ook een beetje meer die overloop in die kleuren. En je ziet dat ik een beetje heen en weer ga. Kleurtjes die ik op dat moment op mijn palet heb. Dus de kleuren die ik niet zo mooi vond, hè, dat lila-achtige, dat probeer ik weer een beetje weg te krijgen. Door daar weer gewoon puur blauw bij op te zetten. En aan de andere kant gebruik ik dan weer de resterende kleur die ik op mijn kwastje nog een beetje had zitten. En daardoor lijkt er lichtval op de bloemetjes te komen. Nu breng ik een paar lichte puntjes aan en dan zie je opeens dat de kleurvlekjes opeens eigenlijk bloemetjes lijken te zijn. En dat is maar heel miniem wat ik doe. En ik doe het ook niet overal, zodat ik niet overal precies gelijke bloemetjes krijg. Maar opeens zijn de kleurvlakjes bloemetjes geworden. Maar nu wil ik ook het donker tussen de bloemetjes aanbrengen. En dat is een beetje donkergroen en bijna tegen het zwart aan. En ik ga ervoor mengen. En de groen die ik gemengd heb, meng ik een beetje met paarsig die ik al heb. En daardoor krijg je een beetje een aparte tussenkleur. En dan zie je dat ik die ertussen aanbreng. Op sommige plekken maak ik hem weer wat lichter groen. En op andere plekken maak ik hem weer wat donkerder. Door wat meer blauw in de kleur te mengen. En zo maak ik wat verschillende nuances in het groen. Zoals natuurlijk ook in het echt te zien is.
En ik probeer een beetje om die paarse vlekjes heen te werken, dus om de bloemetjes heen te werken. Maar ik ga niet echt aan bloemblaadjes denken dat ik het helemaal precies moet maken. Ik kan later altijd nog een beetje extra blauw of extra groen bij de bloemetjes aanzetten, zodat het wat meer eroverheen valt weer. Maar het is ook even een beetje zoeken naar wat voor kleur groen je wilt gebruiken. En het mooiste is natuurlijk verschillende kleuren te gebruiken. Maar er zitten hele donkere vlekken straks in dat groen. En ja, die wil ik toch wel aanbrengen. Dus ik pak hier een heel donker blauw-grijs. En ik heb dat gewoon gemengd met de groen die ik al had. En daar weer die ultramarijn blauw in gemengd. Of een beetje het paarsig nog weer doorheen gezet. En zo krijg je allemaal verschillende kleuren. Dus de kleuren op je palet kun je gewoon gebruiken om daar weer mengingen mee te maken. En dan zul je zien dat je eigenlijk hele mooie kleuren krijgt die ook bij de rest goed passen. Op het moment dat ik naast die donkere vlekken, zoals wat ik nu doe, weer wat lichter groen aanbreng, dan zie je ook dat die bloemetjes wat meer eruit komen. En dat de achtergrond natuurlijk wat vrolijker gaat worden, want ik wil straks ook nog die gele bloemetjes erboven maken. En die zitten natuurlijk niet zomaar op dat blauwe. Er zit ook een beetje groen tussen die blauwe bloemetjes. Dus dat is altijd eventjes kijken wat voor kleur groen gebruik ik daarvoor. En het hoeft niet altijd helemaal precies volgens het voorbeeld te zijn als voor jou de kleuren maar bij elkaar passen. Nou, om een hele donkere kleur te maken pak ik de ultramarijn blauw en de magenta. En dan maak ik een hele diepe paars maak ik daarvan. En als ik het nog donkerder wil, dan doe ik ook nog een beetje geel bij als ik hem te paars vind. Nou, en dan kijk je even wat voor kleur komt eruit. Nou, dan zie je dat het een hele donkere paars is die bijna tegen het zwart aan zit. En die gebruik ik eventjes om de donkere gedeeltes in de afbeelding, om die eventjes extra aan te zetten. En dan ga ik daar straks weer in rommelen met andere kleuren. Met die donkere kleur kun je natuurlijk ook eventueel een beetje nog correcties aanbrengen, zoals bij het pootje en de zijkant. En je kunt ook even kijken hoe het naast dat hele felle groen staat. En dan zie je dat het mooi extra naar voren komt, dat groen. Nou, dat groen kun je ook een beetje weer aanbrengen. Want ja, het is nu ook tijd om een beetje meer groen en dat gras een beetje extra erin aan te brengen. En je ziet eigenlijk dat ik niet echt aan grassprieten denk. Maar dat ik meer kleurvlakjes erin zet en af en toe een richting geef aan, aan dat kleurvlakje. Ik breng nog wat extra donkere vlakjes aan waar ik het nodig vind, zodat straks het groen wat meer contrast krijgt met de achtergrond. Daardoor ook meer diepte krijgt in het gras en in de bloemetjes. Voor in het gras is ook wat licht te zien, dus wat meer aardekleuren tinten. Dus die ga ik er ook even in zetten. En op het moment dat je dat doet, dan krijg je ook wat meer variatie in de ondergrond die je onder het gras ziet. En dat is natuurlijk in het echt ook zo, want het is niet overal gelijk, hè. Op sommige plekken is het gras heel dicht en op andere plekken zie je meer de aarde er doorheen schijnen. Dus dat kun je ook een beetje fantaseren, zeg maar, hoe dat eruit ziet. Het hoeft helemaal niet precies als het plaatje te zijn. Als je maar een beetje de verschillende kleuren, als je die maar een beetje terug laat komen en ook een beetje naar de richtingen kijkt van wat het groen en het gras en de kleurvlakjes hebben. Als je dat een beetje erin brengt en dat niet als vanzelfsprekend doet, hè, dus het gras groeit niet alleen maar van beneden naar boven, maar soms steekt er ook iets voor de afbeelding langs wat vanuit het beeld misschien van rechts naar beneden een beetje hangt. Als je daar ook maar op let, dan krijg je een veel natuurlijker ogende voorstelling, natuur in je schilderijtje. Wat je nu ook duidelijk ziet is dat ik nog niet zozeer met het gras al zelf bezig ben, maar meer eventjes kijk van ja, wat voor kleurtjes kan ik er een beetje onder zetten als achtergrond van het gras. En dat is natuurlijk overal niet dezelfde kleur. En ik doe eigenlijk maar een beetje met wat er op mijn palet zit. En soms doe ik er wat extra geel in. Soms doe ik er wat rooier bij. Soms kijk ik even weer wat voor kleur groen ik kan maken. En als ik dan een kleurtje heb, dan denk ik, ach, links kan ik nog wat met die groen doen. En misschien kan ik het rechtsboven ook nog ergens gebruiken. Dan doe ik dat gewoon. Dus hou je ook niet helemaal vast aan waar je op dat moment precies mee bezig bent. Maar heb je een kleurtje waarvan je denkt, ach, die kan ik ergens anders ook gebruiken, doe dat gewoon. Je hebt hem toch, dus waarom niet? Een voordeel van op deze manier werken, dus eigenlijk een beetje rommelig werken, is dat je de verschillende kleuren die je gebruikt ook weer terug ziet elders in het schilderij. Dus dat er niet opeens een vlekje is met een hele andere soort groen en die nergens anders meer terugkomt in het schilderij. Daardoor krijg je meer eenheid en is het ook niet zo dat er opeens ergens iets is wat helemaal uit de toon valt qua kleur.
Op dit moment heb ik jullie het belangrijkste even laten zien van de techniek. Nu laat ik in versnelde weergave het grootste gedeelte van het filmpje zien, want anders zou het filmpje veel te lang worden. Ik heb 2 middagen over dit schilderijtje gedaan. Je kunt je olieverf bewaren, je palet met de kleuren die je al gemengd hebt, door deze af te sluiten met aluminiumfolie of huishoudfolie en deze in de vrieskist te leggen. Duurt ongeveer 5 minuten om het weer te laten ontdooien op de dag dat je weer verder wilt met deze kleuren. Het handige is dat je alle kleuren dan nog op je palet hebt. Nu laat ik versneld zien hoe ik verder ben gegaan met onder andere de gele bloemetjes. Nou, je ziet, die heb ik eigenlijk op dezelfde manier opgezet als de blauwe bloemetjes. En ook het groen daarachter doe ik op dezelfde wijze. In de poes ga ik ook weer bezig met olieverf, want daar zat alleen een laagje acrylverf op. En ik ga ook goed kijken tijdens het schilderen of de vormen nog kloppen. Voor het kleurgebruik vind ik het ook leuk om een stukje schutting toch te laten zien. Ik had het ook kunnen opvullen met bloemen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. En zo krijg je ook wat meer diepte erin. Het rechteroor moet een stukje opzij. Er zit weer ruimte tussen de twee oren, dus ik ga dat even doen. En doe ik door eerst aan de rechterkant wat oor erbij te zetten. En dan bovenop de kop wat te verbreden. En dan aan de zijkant van het oor ook weer de lijn wat duidelijker te maken. Daarna ga ik verder aan de slag met de oren en geef ik die wat meer roze, omdat ik dat leuk vind. En de neus ga ik iets aanpassen. Ook kijk ik goed naar de vorm. Hoe zit het nou precies? En het roze wat ik ook op mijn kwastje heb, gebruik ik ook een beetje in het wit onder de ogen en op de neus. En op het hoofd ga ik even goed kijken van hoe zitten de grijze vlekken nou echt bij de kat van ons. Want het is net als een portret, hè. Als die vlekken verkeerd zitten, is het ook niet jouw kat. Dus daar kijk ik even goed naar. Ook corrigeer ik nog met de donkere kleur de zijkanten van de poten. Want ze heeft een beetje kromme pootjes en dat wil ik er graag in hebben. En daarbij heb ik het ook het pootje meteen wat verlengd, want die was iets te kort. Door rechts van de kop net een beetje donker naast te zetten, komt de kop iets verder van de romp af. Zo, even snel boodschapjes gedaan en weer verder. Nou, de basis is gereed en nu kunnen we verder met het groen, met het gras wat op de voorgrond zit. En daar ga ik nu mee aan de slag. En ook met het groen probeer ik weer in verschillende richtingen aan te brengen. En je ziet, ik doe het ook weer een beetje rommelig. En ook tussen het groen ga ik ook weer een beetje rommelen met donkere kleuren. En ik geef soms ook nog een beetje extra bloemetjes weer. Nou, je ziet dat er van alles gebeurt. Ook een beetje voor de kat langs, zodat je daar ook een beetje diepte krijgt, hè? Zodat hij echt in het gras loopt. En in de schutting geef ik ook nog wat extra kleur. Daarnaast zie ik ook nog dat de staart nog iets naar rechts moet. Dus dat doe ik dan ook nog even. Die zit wat dichter op het rechteroor. En je ziet eigenlijk dat ik constant bezig ben om de boel weer mooier te krijgen. Dus dit is nu zoals het eruit ziet. Maar ik beslis dat er nog wat tussen het gras moet. Want ja, er moeten nog wat andere richtingen in. Het waren allemaal lange slagen. Dus ik vind ook dat er wat kortere penseelstreekjes tussen moeten, zodat het wat realistischer lijkt. Ook een beetje tussen de bloemetjes nog wat groen aanbrengen, want anders is het gewoon te eentonig daar. Nou, met de staart wil ik nog wat lichtval opkrijgen en ook de ogen corrigeer ik nog een beetje, zodat die net iets echter lijken. Nou, toen heb ik hem even weggezet om even rustig naar te kijken en toen heb ik later besloten om de grasspriet voor zijn hoofd langs ook nog weg te halen. En de bloemetjes, de gele bloemetjes, heb ik nog wat donkere vlekjes in gemaakt, zodat het meer de viooltjes worden die het horen te zijn. Ik vond toch nog wat mis in het schilderijtje op dit moment. En daarom heb ik later nog wat bijtjes toegevoegd en wat insecten. Omdat ze op dit moment veel achter insecten aanjaagt. En dat vond ik een leuk detail om weer te geven. En ook hebben we veel klaver in de tuin op dit moment in ons gras zitten. Dus dat vond ik leuk om erbij te maken. En dan is het toch net iets levendiger geworden, het schilderijtje. En ja, vind ik hem wel echt een stuk meer opgeknapt nog. En ik ben super blij met het resultaat. Regelmatig maak ik nieuwe filmpjes over acrylschilderen, tekenen en olieverf schilderen. Dus vergeet je niet te abonneren.